Zo. Eén slag en is dood. Hoi, welkom bij de livestream. Fijn dat je kijkt na een hele lange tijd naar Assassin's Creed. Ik ben heel blij dat ik voor jullie kan doen. Dat ik dit voor jullie kan doen. Even die uitkijkpunt pakken, jongens. Oh. Dat wil zeggen, als Ezio dat wil. Ezio, ga eens omhoog. Goed, zo even dat uitkijkpunt pakken, jongens. Die hebben we de vorige keer laten liggen. Dus even kijken of we dat uitkijkpunt kunnen pakken. Zo. Hoi! Leuk dat je meekijkt. De vorige keer gingen wij... Hoi, welkom bij de livestream. Fijn dat je kijkt. De vorige keer gingen wij een brief naar Alberto Alberti brengen. Zo heette die gozer. En die had ons beloofd dat onze vader... Want het is natuurlijk alweer een jaar geleden, dus jullie weten het niet meer. Maar ik ga jullie even bijpraten. Onze vader zat in de gevangenis. Avond René. Avond Sam. Goed. Goedenavond broer. Goedenavond Sam. Onze vader zat in de gevangenis. En die Alberto Alberti gast, die zei tegen ons van, als jij ons, of nee, onze vader zei tegen ons, als jij die brief naar hem brengt, wordt onze vader vrijgesproken. Maar onze vader is helemaal niet vrijgesproken. Onze vader moet nog vrijgesproken worden trouwens. Wat zeg ik nou? Moet nog vrijgesproken worden. Dus daar moeten we even naartoe. Want de vorige keer heb ik niet dat gedaan. Dus heb ik niet dat gedaan. En daar waren we gebleven. We gingen naar die vrijspraak. Time to leave. Gast, ik doe niet eens wat. Wat? Oh, moeders. Wacht even. Wat komen jullie nou doen? Ik heb een mes. Ik steek jullie kapot. Wat komen jullie nou doen? Hè? Kom eens even. Hoppa, dat is nog één. Hoppa, dat is er nog één. Wat komen jullie nou doen? Hè? Why me always in the wrong place? Gap, ik loop alleen langs je. Meer is het niet. Ik loop alleen langs. Meer doe ik niet. Oh. Ik moet weer even aan de controls wennen. Het is al een jaar geleden dat we dit niet hebben gedaan. Dus ik moet even aan de controls wennen. Maar we got him, we got him. We hebben ze alweer terug. Kijk, als het goed is. Kijk, zie je? Woon de vrijspraak van Giovanni Auditore en Federico bij. Nou, dat gaan we even doen. Kijken of ze vrijgesproken worden. Ik hoop het namelijk wel. Oh. Oh, dit. Oh, dat klinkt niet goed. Oh, dit ziet er niet echt uit als vrijspraak, jongens. You and your accomplices stand accused of the crime of treason. Ja. Have you any evidence ja. To counter this charge? Ja, dat hebben ze. Want ik heb dat een jaar geleden naar je toegebracht, Wap Kees. I'm afraid I know nothing of these documents. Hij liegt. Ja, ik wou het zeggen. Heel snel. Maak ze heel snel los. In the absence of any compelling evidence to the contrary, I am bound to pronounce you guilty. Nee. You and your collaborators. Nee. You may take our lives this day, but we will have yours in return. Nee. We will. Ow. Grab the boy. He's one of them. Helemaal niet. Ik hoor er niet bij. Hoi, welkom bij de livestream. Fijn dat je kijkt. Kom precies in de actie. Kom maar. Wie wil vechten? Wie? Oh, snap. Oh. Abatete. Nee, niet abatete. Foei. Niet doen. Is goed, we gaan rennen. Ik kan niet rennen meer in deze game, omdat ik het niet meer gewend ben. Ezio. Je luistert altijd zo goed naar me. Wat gebeurt? Nou. Verdikkie. Ik heb geen mes meer. Ik heb geen zwaard meer. Ik heb niets meer, jongens. Niets meer. Alles wat ik had, is weg.
Ja, ga lekker met stenen gooien, jongen. Weet je hoe moeilijk dit is als iemand met je stenen aan het gooien is? Let's go, let's go, let's go. Hoi, welkom bij de livestream. Fijn dat je kijkt na een hele lange tijd weg te zijn geweest. Vond Ezio weer, het is even tijd dat ik even... Dat hij weer even wat recht te zetten had natuurlijk. Nee, helemaal niet. Laat me nou gewoon met rust. 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 Echt, ik ga mijn vuisten gebruiken als het moet. Laat me nou gewoon met rust, mensen. Oké. Weg. Blijkbaar toch niet zo'n goed idee. Oh, nee. Laat me nou gewoon met rust. Laat me nou gewoon met rust. Oh, snap. Ik kan nergens heen. Ik moet de daak op. Ik kan nergens heen. Ik moet de daken wel op, ik kan nergens heen. Ga omhoog. Ezio. Ga omhoog, wapkees. Hoi, welkom bij de livestream. Fijn dat je kijkt. Oh, Faz. Niet daarin, Ezio, niet daarin. Dan langs. Please zeg dat ze me kwijt zijn. Yes! Ze zijn me kwijt. Holy hell. Oké, ze zijn me kwijt. Wat nu? Sequentie 1. Voltooid. Maar als jullie het leuk vinden dat Assassin's Creed weer terug is. En dat komt elke... Welke dag is vandaag? Dat ga ik jullie nu beloven. Dat komt elke zaterdag. Om 8 uur. Dus je kan elke zaterdag intunen voor een nieuwe aflevering van Assassin's Creed. 14.76. I've identified several strange markings that I've discovered right across Renaissance Italy. Now, I don't know what they're doing there, but I want you to help me find out. Rebecca has marked their general location in the database with an eye icon, and she's made them glow as well. Okay. Keep an eye out. Is goed. Dus er zijn geheime tekens verborgen. Een soort geheime tekens en die moeten we wel zien te vinden. Ik ga niet beloven dat ik ze allemaal kan vinden, maar... Ik probeerde, ik zweer. Maar er waren zoveel guards. Please, come with me. We need to get you off the streets. What of my mother and sister? They're safe. I'll bring you to them. No, it's too dangerous for us to travel together. Tell me where to go and I'll meet you there. My sister's house, just north of the Duomo. I'm on my way. Okay, let's go to the Duomo. Even kijken of er nog wat te melden is over deze mevrouw. Niet echt. Oké. Omhoog. Oh. Why? Never mind. I don't want to know. Why? I never mind. I don't want to know. Get down or I'll throw his ear. Kom maar op. Ik heb nog niks, maar kom maar op. Ik heb zo'n vraag vermoeden dat ik niet over het dak kan zonder dat iemand wat tegen me doet. En ik kan ook die weepoel nu niet meer vinden. Oh, lekker! Wacht. Ja, ik moet hier weg, maar... Ja, lekker. Die gasten gaan me niet met rust laten. Weet je wat? Heb
dan ook even de... Ik moet even met ze vechten, jongens, want anders laten ze hem nooit met rust. Dit gevecht kan wel even gaan duren, want het zijn best veel. Ik zie niks meer. Kom maar, wie slaat? Careful, boys, he's no novice. We work together. Zie, dat is al één minder. Ik moet al hun counteren. Oei. Maar negatief is, ze counteren mij ook. Zijn er nu nog maar twee. Van dat hele leger zijn er nog maar twee over. Oh. Kom maar. Die was er toch al bijna geweest. Ah. Guards omhoog. De laatste, jongens. Dat wil zeggen dat Ezio een paar keer goed kan raken. Weet je wat? Nee, oké. Je moet je voorstellen dat ik nog geen wapens heb, hè? Als ik wapens heb, dan gaat het een stuk sneller, maar ik heb op dit moment geen wapens. Oh, ho. Een paar klapjes. Kom op. Kom nou. Die tante. Hoi, welkom in de livestream. Fijn dat je kijkt. Oh. Kijk. Nu heb ik tenminste wat. Hoi, even naar de kaart. Waar ik naartoe moet. Is daar. Nee, kom op, ik ben net van mijn bewakers af. Mensen, ik ben net van mijn bewakers af, man. Oké, dak op. Gaan we het dak wel op. Kan ik... Ah, chips. Kan hij niet in. Hoeveel me... Ja. Gewoon weer afwachten. Dat iemand van hun... Wacht maar, als ik mijn blade heb... Kom maar. Bravissimo!
geloof me, jongens. Als ik een wapen had. Maar ik weet toevallig dat hier een van die tekens zit. Dus die gaan we als eerst even pakken. Oh. Dan moet Ezio wel blijven leven. Anders kunnen we die niet pakken natuurlijk, hè. Nee, kijk, zie je? Dit is een van die tekens. Dat wil zeggen... Wait, that's not possible. This can't be. Hold on. That's computer code. Yeah. Let me compile it. Oh shit, it's an. Hebben jullie een vraag voor me, jongens? Die mogen jullie altijd stellen. Upload it to my computer. I'm a master at decryption. Zo van, waarom heb je zo lang gewacht met Assassin's Creed? Dat soort dingen. Die mogen jullie allemaal stellen. Upload it to Desmond then. I can't believe this. Kijk, en nu moeten we die... Hier, inside, in deze ding, Hello. Zit een puzzel. This is... They call me Subject 16. Listen, I don't have much time. There's something that I have to show you. Wat dan? We have been lied to this whole time. Everything we know, everything we've been brought up to believe... It's wrong. Hoe bedoel je? Okay. I've uploaded the evidence, the file that proves it all. Mm-hmm. But I've split it into 20 pieces. And 20 van die puzzels. With a code. Dat gaat veel van ons vragen, jongens. Queen Isabella. Huh? No, not her. What century is it? 24ste, jongen. Never mind. I've hidden the code to the first file inside this program. Mm-hmm. Find it. Find them all. And along the way, you'll begin to see the truth. Okay. Is goed. What the heck? How did this get inside our animus? Geen idee. Oh, the memory core. We transferred 16's memory data from Abstergo into the Animus 2.0. Mm-hmm. He must have hacked the machine when Vidic left him alone between sessions. Oh, yeah, that's... Hold on, wait a second. The signs on the walls in Abstergo. Hallo, welkom bij de livestream. Fijn dat je kijkt. These were clues. He was telling us to look for them inside the Animus. Mm-hmm. Iedereen die een appel vast heeft, jongens, die moeten we hebben. Even kijken, jij hebt een appel vast. Jij hebt een appel vast. Jij hebt er één vast. Jij hebt er één vast. En dan de laatste kan ik net niet vinden, volgens mij. Heeft hij... Oh, en jij hebt een appel vast. Kijk, appel, eerste puzzel opgelost, jongens. Als er nu nog eentje komt. Nee, code gevonden. 2, 4, 5, 6, 8. Bam. Bestand toegankelijk, dat is heel erg mooi. Mensen die in een blote naakje rennen, heb ik geen behoefte aan. Oh, oeps. Verkeerde knop. Sorry, jongens. Even kijken. Ah, dat zoog mag nu uit. Wat zou dit voor tent kunnen zijn? Dit is een betaalde meisjestent. I think we have the wrong building. Mm-hmm. Yeah. No, this is it. Oké. Okay. It is a pleasure to make your acquaintance, Messer Ezio. Annetta speaks quite highly of you. I can see why. Appreciate the kind words, Madonna. Ti prego. Call me Paola. Thank you for offering your home to my family, Paola. It was the least I could do. You must be tired. Perhaps you'd... No, grazie. I can't stay. Why? Where are you going? To kill Uberto Alberti. I understand your desire for vengeance. But the Gonfaloniere is a powerful man. You are not a killer, Ezio. Spare me the lecture. But I can make you one. Ow. Why are you going to teach me how to kill? I'm not. I'm going to teach you how to survive. Okay. Come. Ja, nee, is goed. Als je me dat kan leren. Ow.
Discretion is paramount in my profession. We must walk the streets freely. Ontdek wat een courtisane doet. Like and become one with the city's crowds. Oké. Hoi, welkom bij de livestream. Fijn dat je kijkt. Hallo dames. Auw, auw, auw. Oh. Wacht even jongens. Oh. Ik heb een beetje pijn. Oké, volg Paula. Bankjes kun je gebruiken om jezelf te verbergen. Oké. Hopelijk gaat dit in één keer goed. Dit is niet echt een groep die mijn kant op loopt. Zie je, ze lopen allemaal tegen mij in plaats van... Uh-oh. Nee! Nee, jullie hebben me niet gezien. Jullie kennen me niet. Nooit gezien, oké? Paula. Where do you think he's from? Napoli? Nee, ik sta toch in een groepje. Ja, ik stond in een groepje. Man, ik stond in een groepje, man. Oké, try again. Try again. We must walk the streets freely, seen but unseen. You too must learn to blend like us and become one with the city's crowds. Is goed. My girls will show you how. Volg. We'll take good care of you. Kijk, en dan lopen hier geen andere mensen rond. Tenminste, geen mensen die mijn kant op gaan. Dat is nog het ergste van alles. Kom je mijn kant op, Paula, of ga je de andere kant op? Paula. Oh, je bent hier. Goed zo, jongens, loop mijn kant maar op. Nee! Whatever I have done, I'm sorry, I'll go! Die groep van... Oh, dank je. Nee. Meelopen, Ezio, meelopen. Ik wou zeggen, die groep valt uit elkaar. Oké, nu zien ze ons dus niet, jongens. Dat is precies de bedoeling. Dat ze ons niet zien. Die groep gaat een totaal andere kant op. Ik sta tussen die groep. Oké. Paula gaat dus die kant. Nee. Oh daar. Paula. Nee. Nee, joh. Waarom is dit zo moeilijk? Why is this so bad? Waarom is dit zo moeilijk? Why is dit zo moeilijk? Discretion is paramount in my profession. We must walk the streets freely. Seen, but unseen. You too must learn to blend like us and become one with the city's crowds. My girls will show you how. Uh-huh. Tuurlijk, ik ga expres niet
got to hide. Aspen, I've seen you before. Please, I mean no harm to anyone. Paula, please. Now where has he got? Better have a look. I've seen him. Not you. Dit stuk. Waarom is dit zo moeilijk? Jullie gaan echt alleen maar het uur hier naar kijken, denk ik. Echt. Discretion is paramount in my profession. We must walk the streets freely, seen but unseen. You too must learn to blend like us and become one with the city's crowds. My girls will show you how. Spare me, I'm not involved. Oops, my fault. Perdonate. He seems quite well armed, no? The tall one. Bombe! Where did he go? Where have I seen him before? Hey! Straniero! You! Hey, in the hall! That's you! There! Oh, nee! Ik haat dit stuk. Hebben jullie enig idee hoe ik dit kan halen? Iemand enig idee? Maar ik ga gewoon via het dak. We must walk the streets freely, seen but unseen. You too must learn to blend like us and become one with the city's crowds. My girls will show you how. Ja, we kan bankjes gebruiken als... Hoop. Ik hoop dat deze crowd mij ver brengt. Lopen ze weer van me weg. Nee! Thank you.
not be looking for trouble. That's a funny getup. Ja. Nee. Where is he from? What outlandish gear. That cloak. Please don't. I'm sorry. I'll go. There! Stop him! Ik haat dit stuk. Ik haat dit stuk. Ik haat dit stuk. Wie zit er nu bij mij te kijken? Ik ben echt benieuwd. Discretion is paramount in my profession. We must walk the streets freely, seen but unseen. Mm-hmm. You too must learn to blend like us and become one with the city's crowds. My girls will show you how. Ook al is het een klein groepje. What's he got behind? Nee. Let you. My apologies, sir. I'll get out of your way. Oh. Ik ben zo blij als ik dit gehaald heb. Het kan me niet schelen dat het een uur gaat duren. Ik zal zo blij zijn als ik dit gehaald heb. Echt. Want het is niet te doen. Ik ga gewoon bovenlangs. Discretion is paramount in my profession. Ja. You must walk the streets freely. Seen but unseen. You too must learn to blend like us. And become one with the city's crowds. My girls will show you how. Mhm. Is hartstikke leuk. Ik dacht, dit doe ik wel even. Mot. Volg Paula. Ja, dat deed ik dus net, hè. Ik ga gewoon over het dak. Ik heb, Ik ga gewoon over het dak. Oh, ik dacht over het dak werkt wel, maar... Niet dus. Ik dacht serieus, over het dak werkt wel, maar... Not. Je moet dus echt in de city's crowds. Oké. Nou, proberen waard. Discretion is paramount in my profession. We must walk the streets freely, seen but unseen. You too must learn to blend like us and become one with the city's crowds. Ja, is leuk. My girls will show you how. Nou, ik zie het. Nou, hoe moet het? Gewoon hierin staan. Het is moeilijk om hun tempo te bepalen, jongen. Nou, jullie hebben het net al gezien. Nou, deze mensen gaan ver deze kant op, dus... I think. Goed zo. That's a funny getup. Ga ik wel weer ergens in de crowd staan? Please leave me alone. I've done nothing. Better not be looking for trouble. Volgens mij heb ik net op tijd mijn... Kom op, Paula. Deze crowd, die loopt sneller dan jij. En ik niet weet waar jij heen gaat. Nee. I'm sorry.
I have displeased you, sir. I know that. I go. What? Good Lord, please don't hurt me. But you, there! What? Alleen omdat ik ging kijken waar Paula bleef. Alleen omdat ik ging kijken waar Paula bleef. Meen je dit nou? Kom op. I can do this. In my profession. We must walk the streets freely. Seen but unseen. You two must learn to blend like us. And become one with the city's crowds. My girls will show you how. Ik weet wel hoe het moet. Alleen Ezio heeft zoiets van, ik doe het niet. Rot op met je opdracht, ik doe het niet. Ik ben er weer uitgegaan. Please spare me, I'm not involved. Sorry sir, I'll get out of your way. Heel goed. Nee, hey! Duw mij dan het rondje niet uit, Paula. Why would you... Alright. Sorry, I'll go. I'll just be moving on then. Hold on. Isn't that... Not you! There! Good man. Ik raak gestrest als bepaalde stukken niet willen lukken. En dit is dus zo'n stuk wat niet wil lukken. Discretion is paramount in my profession. We must walk the streets freely, seen but unseen. You two must learn to blend like us and become one with the city's crowds. My girls will show you how. Het is gewoon rot dat ik dit moet doen. Konden ze niet wat makkelijkers verzinnen? Nou, dit is best makkelijk alleen. Oh. Nee hoor. Ik niet. See that kind of flow? I'm so sorry. I didn't think. I've done nothing. I don't know you. Goed zo. Ik heb weer een crowd gevonden, jongens. Vraag me niet hoe. Please kom langs dat hoogste. En ook langs het belangrijkste. Holy officer. Please, leave me alone. I've done nothing. That's... I'm so sorry. I didn't think. Paula loopt gewoon door. Nee, nee, ik had hier... I'm nothing, I'm not worth your time. Oké, phew. Phew. Wat een outlandish hole. Kom op, kom op. Where do you have? Please zegt dat we dit... Kom, nog één krautje. I'll just get out of your way. I seem to have annoyed you. I'll go. I'm such an idiot. I apologize.
Nou jongens, gooi alvast even die like erop. Nou, 5 keer of zo overdoen, heb ik het eindelijk gehaald. Now that you've learned to blend, I'll show you how to use it for more than just moving around. Thanks. Let's teach you how to steal. Oeh. Loop tegen iemand aan en hou X ingedrukt. Oké. Thief! Thief! Once you've stolen from someone, Ezio, you mustn't linger. Hoeveel nog? Yes! You can go now, girls. Oh, do we have to? Jullie zien er ook niet slecht now uit. Now that you have learned how to approach the enemy, we need to find you a suitable weapon. Ja, dat zou fijn zijn. Ah, but you already have the answer. Hey, my father's blade and bracer. How did you get them? By using the same skills I've just taught you. It's not exactly in working condition. Nee, I assume you're familiar with Leonardo da Vinci. Yeah. See, what does a painter factor into this? He's far more than that. Bring him the pieces. You'll see. Okay, top. We gaan dus naar Leonardo. Of course. Why have you given your aid so readily to me, a stranger? I too know betrayal. Oei, dat is niet echt smakelijk. Hallo dames. Ik zou natuurlijk heel graag met jullie willen rondhangen. Helaas kan dat niet en mag dat ook niet. Oh, ik moet even naar boven. Dat is een van de rotste missies. Ja jongens, jullie mogen het best weten. Dat is een van de rotste missies in heel Assassin's Creed 2. Hoi, welkom bij de livestream. Fijn dat je kijkt. Nou, Ezio. Hé, hey, ik kan hier niet naar boven. You break something, the idiot. Ride bene chi ride ultimo. Oh. Ezio, sta eens op. Ezio. Wat? Ben je serieus? Oh, ik wou net zeggen, ben je serieus? Wil Ezio niet meer opstaan? Nou, daar gaan we. Ja, nu hoeft het natuurlijk ook weer niet. How long can you keep this up? Hey, Cornelio. I'm losing him. Got to hurry. Zo. Even een waypoint zetten naar de plek waar ik naartoe moet. Hierzo. You can't escape. Accept your fate peacefully. Ik accept helemaal niets. Air for all. My God, has his mind snapped? What an outlandish horde. Where is that one? I know. Eccolo, stop him! Ja, maar ik heb nu nog geen wapens. Dus ik moet hier wezen, maar. Oh. Oh. Zo verdedig je jezelf. Maar niet uit hoeveel mensen er komen. Kom maar. Kom maar, wie slaat?
Remember your training. Around the side, now! No! Your take this man very, very seriously! I don't seriously. Like being made to wait. Als ze me doodmaken, dan is het ook niet zo erg hoor. Ja, maar ik kon het niet meer. Het waren echt zoveel guards. Maar we gaan in ieder geval naar Leonardo da Vinci. Want hij heeft iets wat wij nodig hebben. Geen idee wat, maar we zien het vanzelf. Hij zou een wapen voor ons kunnen maken. Iemand die schilderij maakt, die een wapen maakt. Ik zou dat niet zo 1, 2, 3 kunnen. Kom eens even mee, jullie. Kom eens even mee, jongens, anders heb ik weer gezeik met. Wat zeg? Poor lady out of stress. Have you beautiful maid? L2. Ja. Hoi, welkom bij de livestream. Fijn dat je kijkt. Ga eens weg met die. Hou zo mooi met die focus op die. Oh nee. Oké, done. Want ik ga niet nog eens een keer dit doen. Echt niet. Vergeet het even. Ben je serieus? Kom op. Ezio, klim erin.
Klim daarin. Ik alleen niet zien. En ik land precies voor Leonardo's deur. Knock knock. Leonardo, wat heb je voor me, jongen? Hoi, welkom in de livestream. Fijn dat je kijkt. Oh, Ezio Auditore. Yep. I didn't expect to see you again. Nee. What with all that's happened? Ah, where are my manners? Welcome back. Now, how can I be of service? I was hoping you could repair something of mine. Of course. Come, this way. Che pasticcio. Tutto santo giorno che cerco. Let me clear a space. All right, let's see it. Ik heb een blade die nogal kapot is. I don't know, Ezio. Despite its age, the construction is rather advanced. I've never seen anything quite like it. I'm afraid there's not much I can do without the original plans. Mi dispiace. Okay. Wait. Oh, okay. You can do toch wel mee? What are you doing? The contents of this page are encrypted. Mm-hmm. But if my theory is correct, based on these sketches, It may very well what? Please, sit. Leonardo, Remarkable. If we transpose the letters and then select every third... Het heeft zo lang geduurd, jongens, dat Ezio is in slaap gevallen. Huh? What's finished? The blade. I managed to decode that parchment of yours. It showed me exactly what to do. Mm-hmm. Now all that's left is... Hoi, welkom bij de livestream. Fijn dat je kijkt. I'm sorry, but this is how it must be done. The blade is designed to ensure the commitment of whoever wields it. Bene. Do it quickly. I was only having fun. Though the blade once required a sacrifice, it's been modified. You can keep your finger. Mm-hmm. Incredible. Hey! Yes, it is. Tell me, do you have other pages like this? I'm sorry, only the one. Listen, if you ever do happen across another one of these, please, bring it to me. You have my word. And thank you for fixing this. By order of the Florentine Guard! Open this door! Just a moment. What? Wait here. Is goed. Are you Leonardo da Vinci? Si. How may I be of service? I need you to answer some questions. Certainly. What seems to be the trouble? A witness claims to have seen you consorting with an enemy of the city. What? Me? Consorting? Preposterous. When was the last time you saw or spoke with Ezio Auditore? Who? Non fare il finto tonto! We know you were close with the family. Perhaps this will help to clear your head. Hey, niet schoppen tegen... Ready to talk? Schop hem nog een keer, schop. What about now? Okay, niemand komt... Niemand komt aan Ezio's vrienden. Ik ga hem nu heel snel juken. Kijk, en nu kan ik dit wel doen. Kijk, hup. Hoi jongens, welkom bij de livestream. Fijn dat jullie kijken. Ik kan nu... Grazie, Ezio. Sorry about that. I've grown accustomed to their abuses. What of the body? Bring it inside and put it with the others. Others? The city gives them to me for research. Okay. Hoe til je ook weer... Hoe doe je dat ook alweer? Hallo? Oh, zo ja. Hoi, welkom bij de livestream. Fijn dat je kijkt.
Over there. Wie kijken er op dit moment allemaal? Laat maar weten. See? Like it never happened. Thank you, Leonardo. For everything. Anytime. And remember, if you find more of those strange pages, bring them to me. Is goed. Contain new designs, I will upgrade your blade as well. Hoi, welkom bij de livestream. Fijn dat je kijkt. I should be getting back to Paola. Porgile i miei omaggi. Terug naar Paola. Kijk, als ze me nu vinden, heb ik een blade die het doet, jongens. Zie je? Nu heb ik een blade. Nu kunnen ze me niks meer maken. Of ja, niks meer maken. Oh, kijk, ik zal het jullie laten zien. Huts! Dat is één, huts! Dat is twee. Want soms doe ik gewoon voor de lol dit. Hoppa. Toen ik geen blade had. Bring me your sick and wounded. I don't know what's going on. Of je springt ze op zijn nek. Of je doet zo. Dat pop. Nu zo. Kun je een beetje met je blade oefenen? Dat is altijd leuk. Assassin's Creed is best een leuk spel hoor, maar soms. Ook een waarvan je zegt. Alright, I'll just be moving on then. Is it slim? Is dit slim om te gaan doen? Nou, ik denk dat we de missie voor de volgende keer laten, jongens. Ik ga wel even. Let me get out of your way. Ik ga wel even uitkijkpunt pakken natuurlijk. De missie doen we een andere keer, want het is bijna over het uur heen. Dus de missie doen we een andere keer. Maar ik ga wel even het uitkijkpunt pakken. En dan nu ik een blade heb, jongens. Gaan we iets makkelijker door die bewakers heen. Zo. Oh. Zo, even die uitkijkpunt pakken. Hebben we een beetje de kaart bijgewerkt. Kaart bijgewerkt. Dat is mooi. Nu jump ik in één keer naar beneden. Let op. Wee! Maar alsnog ga ik hem boven. Even kijken. Weet je wat? We steken deze nog even neer. Dat wil zeggen, als ze zich naar je neer laten steken. Dat laten ze niet. Maar dat maakt ook niet uit. Tijd zit erop. Jongens. Moet ik even terug naar de wereld. Kom op. Misschien als ik ren gaat het een stuk sneller. Zo. Jongens, ik wil jullie graag bedanken voor het kijken. Vergeet niet te liken. Vergeet niet te abonneren. Vergeet niet een leuke reactie achter te laten. Vergeet niet een leuke reactie achter te laten. Vergeet niet te abonneren. Vergeet niet het belletje aan te drukken om op de date te blijven. Vergeet niet een like achter te laten. Vergeet ook niet tussen mijn aanbevolen kanalen te kijken.
Voor andere kanalen die je ook kan doen. Andere kanalen die, waarvan mijn vrienden ook een kanaal hebben. En die staan ook in mijn die staan ook tussen mijn aanbevolen kanalen. Mocht je die willen checken, ga dat zeker doen. Mocht je niet weten hoe wij hier terecht zijn gekomen, kijk dan even mijn playlist terug van een ja, maakt niet uit. Edge wordt hier doodgeslagen, maar dat maakt niet uit. Wat wil ik zeggen? Wacht, ik sla deze even dood. Dan ga ik me rustig even mijn intro doen. Even op. Weg. Even weg. Goed zo. Hoi, welkom bij de livestream. Fijn dat je kijkt, maar ik ga nu afsluiten. Jongens, bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken. Vergeet niet te abonneren. Vergeet niet een leuke reactie achter te laten. Hier beneden vergeet het belletje niet aan te drukken om op die date te blijven. Vergeet ook niet het belletje aan te drukken om op die date te blijven. Vergeet ook niet tussen mijn aanbevolen kanalen te kijken. Vergeet ook niet tussen mijn aanbevolen kanalen te kijken. Om daar ook zeker te abonneren en te kijken. Vergeet niet ook tussen mijn playlist te kijken van een van Assassin's Creed. Van Assassin's Creed. En dan zie ik jullie volgende week zaterdag. Laters!